खबर लिखनी होती है उसमें पैसा नहीं लगता है, इसलिए हमसे उतनी ही बात करी जितना समझ में, उससे ऊपर नहीं। हमारे प्रदेश में दलित औरतों का पत्रकार के रूप में कोई सोच भी नहीं सकता। 14 साल में हमने इस मानसिकता को काफी हद तक बदला है। Writing with Fire van Rinty Thomas en Sushmit Ghosh gaat over vrouwen uit de allerlaagste kasten in India die een lokale krant hebben opgericht in 2002. En 20 jaar later ongeveer maakten ze de overstap naar digitaal, omdat online nieuws sneller verspreid, groter bereik heeft. En die overstap die volgen de makers. India staat op nummer 8 van de meest gevaarlijke landen ter wereld om journalist te zijn. Vooral als je onafhankelijk nieuws brengt en als je dingen aan de kaak stelt, als discriminatie, kindhuwelijken, geweld, seksueel geweld tegen vrouwen, de verschrikkelijke normalisering van verkrachting, weggemoffelde schandalen, corruptie binnen politiek en politie. Als je dan journalist en vrouw bent, dan is het nog gevaarlijker. Als vrouw word je geacht om binnenshuis te werken, je staat volledig in dienst van je man, van het huishouden. Als je dan een krant opzet en tegen alle tegenslagen in, met een enorme drive dat runt en de verhalen boven krijgt die anders niet worden gehoord, dat is ontzettend inspirerend. Dat is heel sterk. Op heel veel delen van de wereld wordt er minder geluisterd naar vrouwen, staan zij op een mindere positie in de maatschappij. En, laat die vrouwen spreken, geeft die vrouwen een stem en laat ook zien wat voor verandering er mogelijk is als je volledig ergens in gelooft en ergens voor strijdt. Het verschil maken, daar gaat het om. En dat, als je daardoor laat inspireren, dan is er ook heel veel mogelijk in je eigen omgeving. Dus verschil begint soms heel erg klein en in dit geval ook waar niemand het eigenlijk had verwacht. Nou, dat vind ik te gek. Dat vind ik ontzettend mooi. हर कोई को जानना चाहिए कि हाँ हम पत्रकार थे, एक महिला पत्रकार, और किस तरह की पत्रकारिता हमने की है।